Hallo, welkom terug iedereen bij een nieuwe video van FIFA Macho. Ja, zoals ik al zei in de vorige video, gaan we deze keer beginnen met het begin van de wedstrijd. Namelijk tegen Panama, als ik het goed uitspreek, en tegen Tunesië. We bekijken even de opstelling van België, want er zijn toch een aantal fouten in. Ik werd erop verwezen ook door Brian, YouTube Watcher, dat Timmy Simons er nog in zat. En dan keek ik N'Golan, heb ik al in de vorige video gezegd, Timmy Simons die gewoon erin zit, dat is toch ongelooflijk. En er zijn dan nog fouten nodig. Ik weet niet waarom dat ze dat hebben gedaan. De Donker staat ook als centrale verdediger. Dat klopt ook niet. Ik dacht dat dat een centrale verdedigende middelvelder was. Of een gewone centrale middelvelder. Maar oké. De Voer doet zelf mee. Kijk, die is al gestopt met te spelen in België. Dus ik versta het echt niet. Dus oké, we gaan gewoon beginnen. Dan stop maar zagen. Eerste match, Sochi. Fist Stadium, gebouwd 2013. Capaciteit 48.000 mensen. Groepsfase België tegen Panama. Het ziet er mooi uit. Ze hebben redelijk wat werk ingestoken. En het is een schoon begin voor te spelen natuurlijk. Wacht, even met een hamster verzet met gemaakt. Lawaai. Het verdomme. En we zijn weer terug bij een video. Oké, het wordt zwart. En kijk een keer hoe mooi dat stadion is. België tegen Panama. Ik weet af nu dat zij in feite erin geraakt zijn, Panama, in de 2K 2018. Nee, die ploeg is dan niet zo goed. Ik versta nu dat ze erbij zijn geraakt. Maar oké, het boeit nu niet. We gaan beginnen met de match. België tegen Panama. En daar is de bal. Mooie bal van de World Cup. Die begint zo meteen in nog een aantal weken. En dan kunnen we in het echt kijken. Weer veel voetbal. Iedereen dacht, nou, het voetbal is het seizoen afgelopen. Het seizoen is het voetbal afgelopen. Maar nee. Het WK elke 4 jaar en het is 2018, dus het is weer het WK en de volgende 2022, 2000, blablabla enzovoort. R. Torres, dus niet Fernando Torres, maar niemand anders. Ja. Het volkslied speelt ook af. Moet ik dat muten? Nee, zeker. Ik zou wel geen dinges krijgen met Brabant konden. Oké, kijk, dat is echt nice dat ze dat hebben gedaan. Het is like de Engelse competitie, de Barlaag Premier League, al de wereldcompagnie vertongen dat ze die dingen gedaan hebben. En moet ik kijken naar de face van Kevin De Bruyne, dat is echt hem, hé. Kevin De Bruyne lijkt echt sprekend in FIFA als hem in het echt eruit ziet. Dat is echt ongelooflijk. Ik heb Batshuayi in de spits gezet, niet Lukaku, omdat ik Batshuayi kies voor zijn sprintsnelheid en zijn lenigte. Lukaku is spierd, zwaar, sterk, maar ik heb snelheid nodig. En dat vind ik wel in Batshuayi. Hij is nog jong en hij is nog lenig. Oké, we zijn net begonnen aan de eerste match van de FIFA World Cup. 1 minuut en... Oké, 2 minuten ver. Witzel, de Chinees, Hazard. Mooie pas naar De Bruyne, De Bruyne naar Batshuayi. De Bruyne, ja, Hazard. Oeh, die wou nog die pas doen, maar ja, die bal komt er niet uit. Spijtig, maar het is nu niet anders. De Bruyne. Mooie pas naar Witzel, Witzel naar Hazard. Hazard heeft weer die bal, Batshuayi. Batshuayi naar Meunier. Meunier naar Hazard, het is goal! 1-0 België, na amper 7 minuten spelen. 1-0 België tegen Panama, wat een goal van Eden Hazard. Die pas van Batshuayi, en dan Meunier, en dan Hazard, iedereen voorbij. En wat slechte leden van Panama. Maar ja, hier was ik toch 90% overtuigd dat we toch tegen die ploeg moeten winnen als we door willen gaan in de poelen. Want de zeker is hij niet terug, maar geen terugmatchen 2-0, nee toch niet? Die doelman, maar nog nooit iemand die van gehoord op deze aanval. Red die bal. Hoekschop. Meneer, het is 2-0. 50 minuten verder, net in de tweede helft. Ik denk niet de 14, maar dat boeit hem niet. En Thomas Meunier van die brugvuur van 34 klasse nog gespeeld. Nu bij Paris Saint-Germain, ongelooflijk wat een niveauverschil. Maakt hier de 2-0 voor België. Kijk naar de herhaling, mooie hoekschop. Ik kon niet veel op hoekschoppen. Maar deze had er dus wel mooi in, maar ook wel een slap verdiend. Ze staan er met 3 te kijken. Man. Panama. Goh. Als ik het goed uitspreek samen, kan je even nooit van dat land gehoord. En Meunier met zijn Hitler. Oké, 2-0. In de Hazard 7 minuten en dan Thomas Meunier in de 5. Meunier, weer al. Je hebt zijn bloed vermoord. Meunier. Moet je hem afleggen? Ja. Lukaku, 3-0. Dat kan je niet missen. Het is 3-0. 76 minuten nog een kwartier te spelen. 3-0. België. Eerste match van het WK 2018 in de FIFA 18. En die zit er al in. We're going to the final. Lukaku, hup. Hij schiet. En die zit erin. Vraag me af, naar de Roeswaarders, als je dat overleeft, dan moet je nog een keer spelen daar. Is dat dan ook een terugmatch? Of zijn dat helemaal geen matchs? Zullen we wel een keer moeten opzoeken. Naar Panama hier, dus wel verloren met... Ja, met 3-0. En we kijken naar Engeland. En
Ze hebben nog niet gespeeld, bleef ik, maar ik denk wel dat ze gaan... Ah ja, ze hebben wel gespeeld. 0-1 overwinning tegen Tunesië. Dus Engeland, ja, dus het was al te verwachten dat Engeland en wij ging doorstoten. Maar ja, het is natuurlijk nog niet zeker. Tunesië maakt ook wel kans. Dat is ook geen kakploeg, Tunesië. Allee, toch beter dan Panama, dus... We doen daar een naam, hè. Panama? Panama? Nee. Zweden 4-1 tegen Zuid-Korea. Zonder Ibrahimovic winnen ze toch nog met 4-1 tegen Zuid-Korea. Proficiat. Daar staat erop, Meunier wordt man van de wedstrijd. Costa Rica speelt uit met 2-2 gelijk. Spanje wint van rival, dat is tegen Portugal. En ze hebben dus gewonnen met 1-0 Spanje. Oké. België, ik zie dat Dries Mertens staan. En we gaan een beetje de opstelling veranderen voor tegen Tunesië. Oké, tegen Panama hebben we met grote cijfers gewonnen, maar dan moet in feite beter, want ik denk dat Tunesië toch wel een stukje moeilijker gaat zijn. Dus ja, Nainggolan is er in het echt niet bij, dat weet ik. Nainggolan is er niet bij op het WK 2018, want het is niet geselecteerd door Roberto Martinez. We kunnen dat 1000 keer herhalen, we kunnen dat 1000 keer zeggen. Maar het is zo, ja, FIFA staat er wel op, hè. Samen met Steven De Voer en Delaney. En Timmy Simons, maar Fellaini is er in echt ook mee bezig. Maar ja, kijk, die staat er in FIFA op. Ik dacht, ja, ik kan hem wel gebruiken. Dus waarom pak ik gewoon Nainggolan niet en zet ik hem er ook bij? Dan kunnen we nog eens als reserve van Witsel Tielemans zetten. Want Witsel speelt de bal vaak achteruit, is vaak traag in de opbouw. Zeker nu dat hij in China zit. Ik weet echt niet of dat nog een grote meerwaarde is voor het Belgische team. Maar we zullen zien in dit WK dat er aankomt hoe het Belgische team draait en wat de einddoelstelling gaat zijn. Ik hoop echt dat het de halve finale gaat zijn, maar ik denk het niet. Maar oké, we gaan toch hier in FIFA proberen het beste van te maken. We zien dat Dembele staan, dat is ook wel een goede speler. Die speelt bij Tottenham nog steeds, denk ik. Dus... Oké, we gaan beginnen met Witsel en Nainggolan ernaast. Dus dat gaat wel goed zijn. Oké, België tegen Tunesië. Moskou Spartak Stadion. Dus is Spartak. Martin Tijnen en Ellen Smit voor de wedstrijd commentaar. Ik toon je een beetje hier die beelden. Normaal doe ik dat nooit, ik weet het, maar dat is voor jullie te tonen. Voor iemand die FIFA 18 heeft of die update niet gedaan heeft. Van hoe het er precies allemaal uitziet. Kijk, scorebord. 3 punten en Engeland 3 punten. Oké, we zijn er klaar voor. België Tunesië. Alderweireld, Witsel, Nainggolan, Alderweireld, Batshuayi, zee van ruimte, Hazard moet schieten. Oh, ik dacht dat die bal erin ging, maar die redding van die doelman. Oh, Hazard, nog wat schone poging. Oké, ik heb het even op pauze gezet, want ik wist niet of dat het aan het opnieuw was. Ik twijfel dat dit met was, dus ik ga het opnieuw. Meunier, De Bruyne, Batshuayi. Mooie pas naar Kevin De Bruyne, Manchester City wereldspeler, komt van deze Henk voorzet, Hazard, goal! 1-0, België tegen Tunesië na 7 minuten. Oh my god, dat is zo gemakkelijk, Alderweireld. De Bruyne. En we gaan toch weer niet direct uitgeschakeld worden na die groepfase. Die match, Nick en Rote Nainggolan, 2-0, nee, oh bijna. België was er nu wel dichtbij hoor, Tunesië probeert. Ja, hier doet die belwagen op de hoekstof van Tunesië. Misschien kunnen we counter een Batshuayi. Past hem direct naar Carrasco. Dat ook in China. Verdient enorm veel geld. Die verdient in 1 dag meer dan de kikker helemaal even gaan verdienen. Carrasco met de pas naar Nainggolan. Rechts aan de bal. Mooie pas naar Batshuayi. Batshuayi 2-0. Wat een aanval. Wat een goal van België. Batshuayi met de 2-0. En die jongen is slim, sterk. En die doet het. Die Bala move. 2-0, kijk naar de supporters van België. Dat is toch met een 2K ook geweest. Mooi goal. 2-0, België-Tunesië. Het gaat allemaal poep voor de wind. Het gaat allemaal doodsimpel. Batshuayi, poep voor de wind. Och, op de doelman nu hoor. Witsel eruit en Tielemans een keer erin zetten. Er komt nu wel een vrij trap aan voor De Bruyne. Wegens de duwfout van de speler van Tunesië. Kijk, ik kan die naam niet van Tunesië. Ik weet alleen dat Hamdi Harbaoui van Zultuwaardhem uit een basis van Anderlecht erin speelt. Oké. Kevin De Bruyne met de bal voor de vrije trap. Kijk, ik heb nooit een vrije trap getoond, joh, FIFA. Maar mee, allee, misschien 3 keer of zo in die 3. Kevin De Bruyne. En jongen, gaan we nog schieten? Schiet op die een bal. Kom aan. Kevin De Bruyne schiet. En dan een rebound. De Bruyne, het is 3-0. 62 minuten ver. Oké, ik scoor een keer van de vrije trap. Wel niet direct, indirect, maar oké. Okay. Die zit er wel degelijk in. Wat is hij dan aan het doen? Hij is aan het dansen en aan het shaken. Heb je zin aan het maken? 3-0, het gaat allemaal super simpel. En ik ga echt mijn best doen.
naar die zoekmarkt, want ik denk dat ik super simpel niveau ga aanhouden en dat dan opeens op mijn deuze ga krijgen en dat dan die Belgium kupier al uit de hand gelopen naar de derde video. Maar dat wil ik echt niet, Batshuayi. Hazard, De Bruyne. Bijna schiet! Wat een goal, 4-0. Het is niet meer normaal. 4-0, 3, hoeveel was het tegen Panama? 4-0, 3-0. En nu 4-0 tegen Tunesië. Het kan zelf nog oplopen. Het kan zelf nog oplopen. Mooie draaibeweging en die bal zit erin. Ja. Wat kun je daar tegen doen? Die doelman, ja. Kevin De Bruyne met zijn tweede doelpunt van deze World Cup. Vrije trap, 86 minuten voor Tunesië. Ziet die bal hoog, maar kopbal en Zuidervoet van Hazard kan doorspelen naar Batshuayi. Batshuayi kan beweging, Batshuayi sneller, 5-0. Het gaat echt super simpel, gast. Speel dat dan op hetzelfde niveau dan mijn FIFA carrière mode. Batshuayi is hier aan het dansen, heb plezier aan het maken. 5-0. 87 minuten is over en uit voor Tunesië. Ik geef u 100.000 euro als Tunesië nu nog wint. Dus ik geef mezelf 1 miljoen. Maar kijk, het is over en uit. We winnen deze match met 5-0. Oké, we zien dat wij 6 punten hebben, Engeland 3. Dus Engeland heeft verloren tegen Panama en nu moeten wij tegen Engeland spelen in de volgende match. Dus ja, maar wij zijn wel zeker in feite. Allee, wacht een keer. Als Panama wint tegen Tunesië en wij verliezen tegen Engeland, dan is het nog niet zeker. Dus in feite genoeg aan een puntje dan voor door te stoten. Hier zien we wie dat er door is, maar Spanje en Iran is door in deze groep. In groep B, Portugal is uitjes, ja, shit, en Marokko heeft 0 punten. Oh. Shit, zeg, Marokko heeft 0 punten. Frankrijk en Denemarken zijn ook door en Peru en Australië is ook. Australië 0 punten, haast. What the fuck? Marokko 0, Australië 0, dat is ook niet meer normaal. Frankrijk is door en Denemarken is door. Ja, Frankrijk is natuurlijk door, maar ik ben wel van geschrokken naar Portugal. Uruguay is door en Rusland. Egypte is ook uitgeschakeld en Saudi-Arabië ook. Man, man, man. Hier zien we dat Spanje, ja. Frankrijk, groep C. Groep D, IJsland is door en Argentinië. Messi is er toch wel bij Kroatië en Nigeria 1 punt uitgeschakeld. Senegal 0 punten ook, gast. Alsjeblieft zeg. Duitsland is door natuurlijk met 9 op 9. En dan Mexico. Zweden is uitgeschakeld in Zuid-Korea. Dank je voor de kijk iedereen. Brazilië natuurlijk door en Servië. Ik zie je terug in de volgende video. Aangename dag.